Ik heb vaak het idee in het onderwijs dat het vak maatschappijleer, burgerschap, naar mijn mening te weinig aandacht krijgt. En ik denk juist dat voor heel veel leerlingen in het onderwijs misschien wel het laatste moment is of het enige moment is waarin je ze nog kan interesseren voor de politiek. Dus ja, ik vind het extreem belangrijk om nu juist dit moment te benutten in de hoop dat ze later wellicht een grotere interesse krijgen in politiek en wellicht zelfs participeren, al dan niet actief of passief. Het klassenbezoek is, zoals het woord al zegt, een bezoek van een klas aan het gemeentehuis. Tijdens het klassenbezoek gaan ze allerlei activiteiten doen waarmee ze kennis maken met de gemeentepolitiek. En daarmee leren ze dus wat zijn de taken van de gemeente. De gemeenteraad die controleert het bestuur. En het bestuur heeft natuurlijk al die ambtenaren tot zijn beschikking. En de gemeenteraad, daar zitten mensen in van verschillende partijen. En die hebben allemaal hun eigen ideeën. Ja, op voorhand hebben leerlingen niet echt een idee van wat we gaan doen. Maar als ze eenmaal hier zijn en binnenkomen en de raadzaal zien, microfoontjes zien waarmee ze mogen praten. Dan zie je toch dat zelfs cynische leerlingen heel snel meegaan en positief worden. En het inderdaad ook spannend is. Ik wist ook niet hoe dat werkte met de microfoontjes en zo. Ik wist ook niet dat het allemaal bestond. Ik dacht dat je ook maar gewoon zo kon zeggen wat je wou, wanneer je dat wou. Maar dat kan dus niet. Wat er nou precies hier wordt besproken, wie hier nou eigenlijk allemaal zit, welk hokje voor wie is. Dat vond ik het interessantste om te leren. Nou, we bieden in dit kader van klassenbezoek het gemeentehuis twee programma's aan. Eén programma met actieve onderdelen en heel afwisselend. Zodat dat aantrekkelijk is voor leerlingen die niet al te lang stil kunnen zitten. En een ander programma is een rollenspel aan de hand van een casus. En daar wordt de gemeenteraad nagespeeld. En dat doen we dan echt op de goede locatie, de raadzaal. Dan maken we gebruik van de microfoontjes. En wij zorgen voor de voorzitter, oftewel een zogenaamde burgemeester. En de leerlingen die zijn wethouder en die zorgen ervoor dat ze fracties vormen. Maar dat doen we wel met fictieve fracties, dus niet met echte partijen. Maar daar hebben we mooie rolbeschrijvingen voor gemaakt. Ik heb vandaag geleerd om te debatteren en ook naar anderen te luisteren. Zelf je mening ook te vormen en die ook duidelijk te maken aan anderen. Nou, vandaag was zeker een leuke dag. Dus, ik hou heel erg van debatteren. Ik vond het erg leuk dat de raadsleden hier waren om vragen van ons te beantwoorden. En dat ze hebben verteld hoe hun dag eruit zag en wat zij hier doen voor Nijmegen. Het is ontzettend leuk werk. Het is de leukste hobby die ik ooit in mijn leven heb gehad. Maar het is ook de hobby die de meeste tijd kost. Ik denk dat de enige manier is om de politiek dichter bij die leerlingen te krijgen, is gewoon door ze te laten doen. En ook in een natuurgetrouwe setting. Door zo'n bezoek aan een gemeentehuis, zeg maar, worden jongeren zich meer bewust van die gemeentepolitiek. Maar ook meer bewust van het feit dat ze zelf ook een rol kunnen gaan spelen in die gemeentepolitiek. Ik denk dat dit klassenbezoek heel erg lijkt op hoe wij normaal ook met elkaar vergaderen in deze zaal. Omdat de wethouders natuurlijk hun voorstel moeten verdedigen, alle fracties daarop reageren en ook vooral voor's en tegens en aangeven of ze wel of niet ermee in gaan stemmen. Ook met elkaar in debat gaan en uiteindelijk ook moeten stemmen. En ze moesten eigenlijk netjes via de voorzitter spreken en dat doen wij normaal ook. Dus dat leek heel erg op de praktijk. Wat het meest aansprekende is, is dat je ze meeneemt naar het gemeentehuis. En hè, de hele entourage is hier prachtig. De zalen zijn heel mooi, aansprekend. Politici zijn vaak communicatief ijzersterk en kunnen heel goed communiceren met leerlingen. Ik denk echt dat dit een verrijking is voor een thema wat toch heel moeilijk is over te brengen aan leerlingen van middelbare school of mbo.